Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik met jullie de Wax Seal Kits van Action uittesten. Ze zijn van het merk Avec. En ik kocht deze een tijdje geleden bij de Action. En jullie vonden het wel leuk om hier een video van te zien. Dus ik ga wat meer informatie geven over deze setjes. En dan gaan we ze uiteraard samen uitproberen. Dus mocht je benieuwd zijn of deze setjes de moeite waard zijn, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Oké, je had drie verschillende setjes en ik heb ze alle drie gekocht. Eén setje kost €1,99. Ik weet momenteel niet of Action ze nog heeft, maar het kan ook zo zijn dat ze weer terugkomen. Ik ben al even niet bij de Action geweest, dus ik heb er al even niet op kunnen letten. Maar dit is dus het eerste setje. En eigenlijk is de inhoud van elk setje hetzelfde, alleen de waxmal is dus anders. Dan hebben we deze. Er zitten dan verschillende kleurtjes wax bij. Deze is met roze, paars en een beetje goudachtig. En dan heb je deze. En hier zitten ook weer andere kleurtjes in. En dus andere waxmalletjes. Ik zal eventjes de inhoud van zo'n waxsetje laten zien. Je kunt dus brieven hiermee personaliseren, enveloppen, maar ook crafts maken. In één setje zitten drie wasstempels, drie wasstempelsticks en een houten handvat en een instructieblad. Nou, dan hebben we hier het instructieblad. Staat het er dan ook in het Nederlands op? Ik heb dit nog nooit gedaan, dus ik zou het niet weten. Dus staat er ook, het staat er in diverse talen op. Het is niet heel erg uitgebreid, moet ik zeggen. Er staat eigenlijk gewoon letterlijk dat je een gewenst opzetstukje op de houder plaatst. Het lontje van de wax aansteekt en warm laat worden. En ja, dan laat je gewoon een beetje wax op de ondergrond druppelen. En als er dan ongeveer 2 centimeter aan wax op de ondergrond ligt, is het voldoende. En dan pak je de stempel en die duw je dus nog in de vloeibare was. Je moet hem 10 seconden vasthouden. Het is overigens niet geschikt voor kinderen. En omdat de wax heet wordt, moet je niet aanraken met je vingers. Dat was eventjes de instructie. Nou, dan heb je dus hier de houten mal die erin zit. Daar gaat zo'n stempeltje op. Je hebt dan hier bijvoorbeeld een hele mooie vlinder. Die druk je hier dan op. En die duw je dan in de wax. Dus dat is een vlindertje. Ook krijg je een, ja, eigenlijk is dit een Franse lelie. Het grappige is, ik ken dit, ik speel een spelletje op mijn tablet dat heet June's Journey. En daar zie je ook heel vaak van deze waxstempels voorbij komen. Daar herken ik dus deze van. En in deze zit nog een soort kransje. Dus dat zijn dan die, ja, die stempeltje of die waxmalletjes. Nou, dan krijg je dus ook 3 kleurtjes wax. Ik zal er gewoon even eentje laten zien. Want ik ga deze wax dus niet gebruiken nu, want ik heb andere wax. En ik zal zo even uitleggen waarom. Deze wax, er zit een lontje aan. Dat lontje kun je aansteken, maar dat kan maar 1 keertje. Je kunt deze 1 keertje aansteken en daarna niet meer. Wil je hem daarna nog een keer gebruiken, zul je hem in stukjes moeten snijden om hem te smelten. Dus dat is wel goed om te weten. Ik heb zelf een aantal waxstukjes, dus die wil ik gaan gebruiken. Ik zal wel zeggen, ik ga dit nog wel een keertje proberen hoor, met deze wax. Maar voor nu, omdat ik het ook voor het eerst doe, vind ik dat gelijk een beetje eng met dat aansteken en zo. Ik heb wel gelezen dat deze wax een hele mooie glanslaag achterlaat die erbij zit. Dus dat is natuurlijk ideaal. Nou, ik zal zo meteen ook even de stempeltjes laten zien in de andere waxsetjes. Maar dan ga ik gewoon even alles klaarzetten. En dan gaan we dat gewoon eens proberen. Want ik ben wel heel erg benieuwd. Dus ja, laten we daar gewoon eens aan gaan beginnen. Ik heb even van alles klaargelegd. En ik dacht, ik ga dus mijn elektrische waxsmelter gebruiken. Maar dat gaat dus niet, want er zit zo'n stekker op. Dus hier moet waarschijnlijk nog een andere stekker in. Ik weet niet hoe dat precies werkt.
Het is natuurlijk allemaal Chinees wat erop staat. Maar dit is eigenlijk de elektrische waxsmelter. Waarmee je het dus heel makkelijk kan smelten. En dan gaan we het nu gewoon met de hand doen. Met een vaccinelichtje. Dus mocht iemand weten hoe je dit kan oplossen, hoor ik het graag. Want ik heb hier geen ervaring mee. Maar die kunnen we niet gebruiken. Maar ik zal eventjes nog de andere dingetjes laten zien die in de setjes zitten. Ik heb hier het roze setje. En daar krijg je bijvoorbeeld zo'n waxje bij. En deze. En een hartje. Ook hartstikke leuk natuurlijk. Verder zitten hier dan, kijk, deze kleurtjes wax in. En dan hebben we nog het oranje setje. En hier krijg je deze kleurtjes met wax. En hier zit dan een tekstje in. En deze, nog een tekstje. Zijn allemaal tekstjes, dat is ook wel leuk. En deze zit erin. Dat is ook wel heel leuk. Goed, ik ga eerst even een stukje bakpapier neerleggen. Dat heb ik ook speciaal aangeschaft voor deze video. Als je nou zeg maar zo'n zo'n mat van de Action. Daar zal ik even een plaatje van die bulk neerzetten. Daar zitten precies 2 centimeter op. Dus dan weet je hoeveel je erop kunt doen. Ik ga dit even neerzetten. En dan gaan we eens even kijken of we wax kunnen smelten. Zo, ik gebruik dus nu deze. Omdat die andere het niet doet. Dus die steek ik aan. Hoe moet dat? Jo. Oh, natuurlijk zo. De. Zo, dan zetten we die er zo overheen. Blijf je aan. I hope so. Die leggen we erop. En dan gooi je er dus wat wax op. En ik heb dus deze waxjes van AliExpress. Ik weet niet hoeveel ik nodig heb. Dus ik begin gewoon maar eens eventjes met 3, denk ik. Of 2. Nee, ik doe er 3. Je wil natuurlijk wel een mooie stempel. Er kan altijd nog wat bij. En dan heb ik hier een roerstaafje. Ik ben zo benieuwd. Maar ik vind het zo jammer dat ik nu niet die andere kan gebruiken. Want die had ik natuurlijk ook heel graag willen testen. Maar goed. Het is wat het is. En dan. Oh, dat smelt al meteen. Kijk, dat gaat best hard. Ik zal je eventjes ietsjes anders zetten. Kijk, dan kun je heel goed zien dat het dus al smelt. Zo, ga ik ook eventjes alvast een waxsmeltje uitkiezen. Ik vond die vlinder dus wel heel erg tof ook. En je kunt er dus ook voor kiezen om bijvoorbeeld 2... kleurtjes door elkaar heen te mengen. Het gaat er wel heel makkelijk op. Dus dat is heel fijn. Misschien is 3 ook wel te veel hoor. Maar ja goed, dan kan ik er soms dan ook gewoon 2 pakken. Maar ik wist ook niet precies hoeveel ik moest nemen en hoe goed het smelt. Want het gaat best wel goed. Heb je nou niet zo'n setje, gebruik dan gewoon lekker een lepeltje boven een vaccinelichtje. Dat gaat ook prima. Ik heb hier nu zo. Die eventjes een beetje aan de kant doen. En dan. Zo. Ik weet niet of het goed is gegaan. Ga ik nu de eerste stempel erin duwen. Ik zal die een beetje inzoomen. Dan gaan we dat vlindertje er.
Nou, nu moet ik wachten tot hij zelf loslaat. Kijk, want nu heb ik hier wat overig wax. Dat kun je dan gewoon weer terug doen. En dan wachten we gewoon tot hij afkoelt. En dan ben ik heel benieuwd of het is gelukt. Ik weet niet hoe lang dat duurt hoor, dat afkoelen. Maar dat moet ik maar even zien. Nu heb ik hier natuurlijk nog wat roze over. Dus ik ga er wel gewoon zometeen een kleurtje bij in gooien. Denk ik. Maar dan hoef ik er maar twee te doen. Want het is best wel veel wat er afkomt. Oh, het is ook al afgekoeld. Ik ben niet helemaal tevreden. Kijk, dit is hem. Dan gooi ik hem een keertje terug, want je kunt het gewoon opnieuw smelten. En dan gaan we hem nog een keer proberen. Want ik wil eigenlijk wel gewoon dat dat nog een keertje lukt. Maar dan wil ik hem wel beter. En het smelt zo weer weg. Kijk, nu heb ik hem er gewoon weer in gedaan. En het smelt gewoon weer net zo hard weg. En dan kun je het nog een keertje proberen. Dus dan gaan we het nog een keertje doen. Oeh, dat handvatje wordt wel een beetje warm, jongens. Dat is wel een dingetje. Er zitten nu wat zwarte dingen in. Ik weet niet hoe dat helemaal komt, maar... Nou. Nog een keertje proberen, want ik wil hem perfect hebben, maar... Ja, perfectie bestaat ook niet meteen. Het is voor mij natuurlijk ook de eerste keer dat ik dit doe. Dus ik vind het soms even lastig. En nu brand ik mezelf gewoon aan die waxding. Nou, deze is ook mislukt. Dat zie ik al. Zometeen maar eens even poging 2. Het is voor mij de eerste keer dat ik dit doe. Het is een first impression, dus kan ook niet meteen goed gaan. Nou, we laten deze even afkoelen. Dan gaan we gewoon een nieuw kleurtje erin doen. En even kijken. Ik vind eigenlijk zo'n texture wel leuk. Zal ik er gewoon 3 proberen? Dan doen we het gewoon met verschillende kleurtjes wax. Dan kunnen we bijvoorbeeld zo'n texture, die kunnen we wel geel maken. Hier gooi ik dan nu 2 in. Ja, het kan zijn dat dit... bij mij nog niet gelijk goed gaat. Hup. En hup. Deze gaat nu waarschijnlijk wel een beetje mengen natuurlijk. En gelukkig heb je dan meer dobbertjes, want dat is wel zo handig. Dan gaan we weer een beetje roeren. Maar deze wordt nu wel een beetje gemengd met dat roze. Maar ja, goed. We zien wel wat voor kleurtje eruit komt, toch? Hebben jullie dit al wel eens eerder gedaan? Of vinden jullie dit echt helemaal niet leuk? Ja, ik vind het wel heel leuk. Alleen ik ben er gewoon nog niet echt super goed in, merk ik dan. Ik zie dan toch van, oh ja, ik kan dit nog niet zo goed. Kijk, deze die smelt gelijk heel makkelijk weg. Ik laat hem nog heel even staan, zodat hij echt goed vloeibaar is. Oké, gaan we hem weer doen. Ja, dit is dan toch te weinig. Je moet echt wel 3 pakken. Ik zie dat deze nu ook alweer niet mooi wordt. Het is best even een dingetje. Kijk, want hij is nu alleen nog maar lelijker geworden, die vlinder. Ik ga hem nog een keertje doen en dan gooi ik er gewoon nog even zo'n waxje bij. Ik wil gewoon dat het een keertje goed gaat. Ja, wat ik zeg, ik ben er gewoon nog niet zo heel erg goed in. Omdat ik dit voor het eerst doe. Want die gouden, die is ook echt totaal niet goed gegaan. Maar er zat gewoon te weinig wax in. Ik denk toch dat het beter is om inderdaad die 2 centimeter te pakken van die ondergrond. Maar ik kom er nu even boven niet bij, want ik heb hem wel.
Staat ook niet bij hoeveel wax je moet nemen. Ja, 2 centimeter. Maar ja. Omdat ik die natuurlijk niet... heb nu. Het is ook weer zo'n halve geworden. Ja. Hij is niet mooi. Oefening baart kunst, jongens, zeggen ze dan. Dat hopen we maar, want het is wel heel leuk. Maar het is een beetje... het is niet zo makkelijk. Dat kan ik wel zeggen. Het is niet dat je dit zomaar eventjes doet. Maar het is fijn dat je het weer opnieuw kunt bijsmelten. Maar ik vind het wel heel leuk om te doen. Maar ja, dan de uitwerking gaat weer niet zo goed bij mij. Ik had hier natuurlijk net 4 in, dus misschien moet ik er toch nog even eentje bij doen. Oep. Het smelt wel heel snel, dat moet ik echt nageven. Want je wil natuurlijk geen klontjes. Oké. Nou, als het me nou weer niet lukt, dan is het gewoon een kwestie van heel veel oefenen. Ziet er beter uit. Ik weet ook niet of je het uiteindelijk nog een beetje bij kan knippen. En dan wil ik nog een hartje. En die gaan we doen met rood. En dan hebben we van alle 3 de setjes eentje geprobeerd. Hoppatee. Oeh, het begint nou wel een beetje te ruiken hoor. Nee, maakt niet uit. Ik ben benieuwd of jullie deze setjes ook hadden gespot en misschien ook hadden gekocht. En dan ben ik benieuwd of jullie wel al die wax zelf hieruit hebben geprobeerd. Dit wordt dan wel weer een mengseltje. Maar je kunt het als het goed is daarna gewoon goed schoonmaken. Ik moet zeggen, het smelt gaat wel heel snel. Maar ik baal een beetje van die elektrische smelten. Want ja, die had ik natuurlijk heel graag uit willen proberen. Maar ja, als er weer zo'n raar stekketje aan zit, ja. Zo. Wacht eventjes. Ik ga heel even deze aan de kant zetten, zodat ik hem hier kan doen. Dat is wel heel leuk, want nu zie je door die rooien zit eigenlijk gewoon een soort van, ja, gouden gloed, zeg maar. Van dat gouden... kijk, ik maak hem zelf gewoon ietsjes groter. Gaat ie. Even dat kaarsje uitblazen, want het begint een beetje te stinken. Nou, deze heeft er nu natuurlijk een tijdje opgezeten. Hier zit nu wat wax op, wat er gewoon afgaat. Nou, vlindertje is nog steeds niet perfect. Ik zal ze zo eventjes beter laten zien. Maar goed, voor een first impression mogen we denk ik niet klagen. Dan stop ik dat vlindertje ook gelijk weer terug in het doosje. Die gouden zal inmiddels ook wel goed zijn. Het is nog niet wat het wezen moet, jongens. Ik vind het best pittig.
pittig om te doen. Maar het is wel heel leuk. Maar nou, deze laten we nog even staan. Ik ga eventjes deze spulletjes schoonmaken. En dan kunnen we zo meteen die andere eraf halen. Nou, deze is inmiddels hard. Dus die kunnen we ook loshalen. Heel voorzichtig. Oh, dat vind ik de beste die tot nu toe gelukt is. Ik zal hem zo eventjes goed aan jullie laten zien. Maar dit is wel de beste tot nu toe. De 3 waxsmeltjes. Nou, dit was de allereerste. Die ging al een paar keer mis. Die heb ik ook een paar keer opnieuw geprobeerd te doen. Je ziet gewoon dat hij te dun is. Hij is niet goed uitgesmeerd. Dus dat was niet echt een succes. Deze wordt al ietsjes beter. Want je ziet dat hij wat mooier is. Maar hij is nog steeds niet perfect. Maar kijk ik dan naar die rode, dan denk ik van ja, die vind ik dan het beste gelukt. Want je ziet het wel. Ook deze wax die ik heb gebruikt heeft op zich wel een mooi glans. Alleen de achterkant is mat. Dus ja, op zich vind ik het dan toch nog wel goed gelukt. Die derde oefening baart dan toch wel kunst. En dan zie je toch dat de derde het mooiste is geworden. Nou, mijn eindconclusie van de waxsetjes. Ik vind het eigenlijk echt wel heel erg leuk werken. Ik moet wel zeggen, als je het nog nooit gedaan hebt, je moet even oefenen. Bij mij kon je dat heel goed zien, maar het is natuurlijk ook een first impression. Ik denk als je dit vaker doet, dat oefening echt kunst baart. Want ik zag eigenlijk de rode die ik heb gemaakt, die vond ik dan nog het mooiste. Hè? Ik heb er 2 eventjes opnieuw terug gedaan om weer te smelten. Ik vond het eigenlijk wel heel mooi. Kijk, het is nog niet het resultaat wat hier achterop wordt weergegeven. Maar ja, ik vind het eigenlijk wel heel erg mooi eruit zien. Ik vind het ook leuk, want hier zie je bijvoorbeeld dat ze een envelopje mee dicht gemaakt hebben. Dus ik vind het echt wel hele leuke setjes. Net wat ik zeg, ik heb natuurlijk nu niet die wax die in het setje zit gebruikt. Mocht je nou denken, ik vind het leuk, maar ik heb bijvoorbeeld niet de toeltjes om het te smelten. Kan dat vast ook wel op een gewoon lepeltje met boven een waxinelichtje. Want het smelt heel snel. Alleen kijk uit dat je handen niet brandt, want het wordt echt heel warm. Ja, het duurt even voor de wax wel echt droog is dat je hem eraf kunt halen. Ik moet ook zeggen, ik vind het daarna een beetje breekbaar. Dus ik ben heel voorzichtig, want ik ben heel bang dat het breekt. Maar ik vind het resultaat uiteindelijk toch wel heel erg leuk geworden. Ja, nogmaals, het is jammer eventjes van die elektrische waxmelter. Maar daar ga ik eventjes achteraan hoe ik dat kan oplossen. Ik vond het in ieder geval wel heel erg leuk om te doen. En het is zeker iets wat ik vaker zou willen gaan doen. Ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd wat jullie van deze setjes vonden. En wat jullie vonden van het resultaat voor de eerste keer van mij wat ik ervan heb gedaan. Ik heb ze dus alle 3 €1,99 per stuk, zoals ik al zei bij de Action. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, er staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en krijg je, als je die aanklikt, krijg je een melding zodra er een nieuwe video online verschijnt. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video weer te mogen zien. Doei!